Be Life. Life is better on a rollercoaster. Jullie drie van Be Life en welkom terug bij een nieuwe Disney Adventures game. In de vorige aflevering moest een echte piraat zijn. Geef alvast dat duimpje omhoog. Vergeet niet te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook even het belletje naast de abonneerknop aan te klikken. Zodat je te melden krijgt ik een video upload. En we gaan door met de game. Bij Navi zijn namelijk in New Orleans. Allow me to introduce myself. I am Prince Navi of Melbourne. Aha, I recognize a fellow music lover. Have I got something for you, my friend? This baton. It has led some of the most spectacular parades of all time. You must try it yourself, and very soon. Oké, we hebben nu een dirigeerstokje gekregen. Okay, ja, geen tekst blijkbaar. Kijk wat zij doen, die band. Jeez, oké, geen zo makkelijk level blijkbaar. Oké, zo is het dus. Oké, oh, X en E. Oké, we blijven. Oké, de muziek komt een beetje. Het geluid komt een beetje achter. Oh, X, E. Oké, dat zijn dingen waar ik echt niet goed in ben in games. Yes, deze hebben we ook al. Dat is goed. Deze hier ook nog hebben. Ah, misschien moeten we dit doen. Oké, we gaan er eens levels gaan spelen. Hoofdstuk 1, Down of the Bayou. Dus eens kijken waar we gaan belanden. Oké, we weten dus welke knopjes moeten we gebruiken. En die zien ons groeien. We worden echt in een piratenlevel gestoken. Well, what was a fortuitous landing? Greetings! I hope you'll be joining me, Black Party, for a bit of privateering and maritime entrepreneuring. Tis already good fortune. You see, you happen to have yourselves a boat, and I happen to have me a treasure. So, oh, a treasure map. To my destination, and I'll grant you a fair share of the treasure. What do you say? Okay, we're gonna do where the muntjes verzamelen van deze keer. Okay, this is niet echt simpel, nu eerlijk om te zeggen. Of dat is ik gewoon de moeilijker weg ook. Oh. Oké, we hebben al een van de 12 alligators geraakt. Of van de krokodillen. Oké, blijkbaar moet wel wat voor zijn. Oh. Oh, daar is er ook een. Blijf eens slaan toen je hem raakt. Zo, daar ben ik ook al handig erin te komen. Deze muntje moeten we ook verzamelen. Blijf maar door die kist. Oh, klopt er ook nog een rond. Waar is er hier ergens in? Oh! Oké, was gewoon toevallig nu, blijkbaar. Ik denk dat het niet de bedoeling is dat we die kisten aanraken, volgens mij. Nee, laten we de veilige kant nemen, nog aan deze kant nemen. Blijkbaar zit dat vol met van die... Zo, we hebben er al nu... Oh, hier hebben we ook nog één. Yes. Oké, dat is nu al twee van de drie heimwikjes dat we hebben. En denk dat die kisten, of die tonnetjes hier, denk dat die tonnetjes misschien ook een al verborgen Mickey was. Oeps. Oeps. Hoofdstuk 2. Esmen Cove. Oh yes.
deze levels zijn ook niet makkelijk, maar op de een of andere manier doe ik ze wel graag. Een soort van surfen. Ja, sukkels. Yes. Hier, lekker. Oh, pas op voor de rotsen. Yes, en hier halen we vlotjes. Woo! Oh man. Oh shit. Oké, je moet er zeker nu gaan opletten. Oké, blijf waar die tonnetjes valt, is dat iets safer weg. Zo. Yes. 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 Kijk, we blijven ons twee wegen uitgaan als hier heel smal. Oh, nog drie te gaan. En dan hebben we misschien terug een Secret Mickey. Yes, hier hebben we ook nog één. Yes. Yes. Alright, en hier gaan we weer, storm. Yes. Oh, oké, oh, fuck. Oké, lekker stormen hier. Lekker afdalen. Yes, en we hebben drie van alle drie Secret Mickey's gevonden. Dus heel goed van ons dat we alle drie de Secret Mickey's gevonden hebben. Een lekkere piratenmuziek. Wel jammer, wel in de filmpjes of in de levels, dat je niet de kleding aan hebt die je normaal het park loopt aan hebt. Pirate! Oké, dus komen ze aan boord. Oké, nu moeten ze naar het hoofddek gaan. Jammer dat ik niet kan aanvallen. Zowel bij Peter Pan als wel nog veel leuker. Oké, nu hebben we ze gevonden hoe je kan aanvallen. Zo. Dat is twee van de 12 piraten. Dus die eerste moest ik ook al duidelijk verslaan. Yes. Wel cool level om te spelen, moet ik zeggen. We gaan die zwarte Bart verslaan, hé. En jammer dat we niet al die piraten kunnen verslaan hebben. Come on. Allee, come on, dat is een ideaal ding voor hem aan te vallen. En we hebben hem verslagen, goed. These scallops are everywhere. More than I'd have reckoned on. I wonder. Oh, yo, oh, you pirates at the sea. Oké, deze had een beetje langer duren dan ik verwacht heb. Je moet eerst een risico nemen. Yes, nu hebben we het. Excellent! Your hieracles are inspired. Inspired by me! Time for a marauder. Een plunderaarsbogen. Strike the secret pirate signal if you can. Zo. Thank you.
Zo. Geniaal, geniaal dit level. Ja, geniaal gewoon. Oké, hier komt piraten af, dan moet je weer uitkijken. Zo. Toen zijn we eerst deze hier uit de kant. Yes, deze kust is al veilig. Oh. Hier hebben we... Ja, wow. Oké, deze is heel geconcentreerd. Zo. Zo. Zo heel droog dat hij van achter hem kwam, heel droog. Yes. Zo. Dat is wel goed, denk ik. Dat was bijna te laat bij de X. Yes, we hebben een van de drie Mickey's. Oké, okay, loop ik niet zo raar. Oké, okay, misschien op mijn camera niet draait. Oké. Okay. Yes. They ain't likely to lure that dog anytime soon. But I tried to be self before. Yes, heel die muntjes verzamelen. Just a hit, a chamber of arms and ammunition. Zo. En hopelijk dat we de schatkist gaan vinden. Bukken! Zo. Oh, daar is hij terug. Oké, die is vlug uit water. Zo, die zat er niet aankomen. En nog één. Ah, oh, fuck. Die was iets te laat. Nu. Yes. Yes. Come on. Oh, shit. Come on. Kom maar op. Kom maar op, zwart baard. Oh, shit. Oké, okay, dat is... Zo, so, hebben we hem verslaan nu? Denk van wel. Denk nu naar onze chat kunnen gaan. En we zijn happy, want we hebben de schat gevonden. En we zijn nu rijk. Allee, in de game toch.
Oké, we hebben ongeveer 6 Mickey's. Al net geen 4 of 5 vol sterren. Zo. En dit was de video voor vandaag. Vond je dit een leuke video? Deel hem met iedereen. Laat in de reactie naar wat je van deze video vindt. En ik zie je terug in de volgende Disney's Adventures. Of in de volgende video.